Ja, je zei net al in een tussenzinnetje, zei je van, ik mocht van mijn management geen Q-School spelen. Hoe zit dat? Ja, dat was met de geboorte van mijn dochter. Die is uiteindelijk in december geboren, maar die was gepland om tijdens de Q-School geboren te worden. Dus Zun had in mijn naam al besloten dat ik uiteindelijk de Q-School niet mocht gooien. Dat ik er moest zijn voor mijn gezin. Ook al hadden ik en mijn vriendin wel al besloten van hoe of wat alles ging gebeuren. Uiteindelijk, bijna een maand voordat de Q-School was, is mijn dochter geboren. Dus ik heb mezelf nog echt liggen klaarstomen om hopelijk op tijd klaar te zijn voor de Q-School. Wat dat naar mijn mening toen ook echt was. Maar toch kreeg ik te horen dat ik dus geen Q-School mocht gooien. Ik heb de week daarvoor won ik Open Breco nog. Dat is echt een van de grotere toernooien dat je hebt in Papendrecht. Er was 200 man dat daar aanwezig was of zo. Gelijke knockout. Echt goede wedstrijden daar gespeeld. En ik heb die dag zelf ook nog naar mijn management gestuurd. En ik heb gezegd van, kijk, ik ben echt in een goede vorm. Laat mij alsjeblieft naar Q-School gaan. En ik kreeg gewoon een droog antwoord. Nee, dit jaar niet. Maar dan betaal je toch zelf of zo? Ik vind het een raar verhaal dat ze je dan gewoon niet laten gaan. Daar moet je toch zelf ook wel pist over zijn geweest? Ja, ik ben daar zeker pist over geweest. Hè. Het is daarom ook dat er gedurende dat jaar wel verschillende dingen gebeurd zijn, die ook allemaal kleine gevolgen hebben gehad, nog van wat er in het begin van het jaar gespeeld was met de Q-School. Wetende dat niet onrespectvol zijn naar andere spelers, maar wetende dat je van die spelers gewonnen hebt nog enkele dagen voor als je een tourkaart haalt, halen. Als je daarvan wint, een paar weken op rij zelfs, en jij mocht dan niet naar de Q-School gaan, wetende dat je eigenlijk wel aan een goed jaar aan het draaien bent. Ja, Heeft dat een deel van jouw ontwikkeling afgeremd, Brian? Niet per se, want ik ben dan die UK Open qualifiers gaan gooien, hè, die Rileys qualifiers. Ik heb ook niet stilgezeten, dus ik ben die qualifiers gaan gooien. En dan heb ik daarna ook besloten om Open Denemarken te gaan gooien, omdat ik Ja, toch die heb je geen gewonnen, hè? PDC Challenge Tours kon gaan spelen. Uiteindelijk met Jeffrey van Echt om mijn catigeraard naar Denemarken geweest. En ja, daar mijn eerste WRF-titel weten te pakken. Dus op zich, ik heb er niet mee stilgezeten, Was dat toen die maar BDO? Sorry. ja, Was het dat toen was al toen ook de WDF? BDO. Ja, Ja. het was nog altijd WDF-toernooien, WDF en BDO-toernooien. Ja. BDF was nog altijd de overkoepelende naam, maar het was wel voor u voor het BDO-WK te plaatsen. Dus Oké. dat was het laatste BDO-WK inderdaad. Dus ik heb toen ook gewoon gezegd van, kijk, oké, ik mag dit jaar geen Q-School gooien. Dan ga ik ook gewoon op mijn eigen houtje ga ik, de BDO-tour afgaan. Gelukkig gehad dat ik dan Open Denemarken won, met echt nog goed spel dat ik had van met de UK Open Qualifiers. En zo uiteindelijk een paar toernooien afgeweest en als laatste mij weten te plaatsen voor het BDO-WK. Dus ik denk niet dat het mij echt heeft afgeremd. Op die moment zelf was het in mijn ogen niet de beste beslissing. Omdat ik en mijn partner daar vooral een heel ander kijk op hadden. Maar ja, ik heb gewoon gevolgd wat mijn management zei. Omdat ik zelf niet de financiële middelen had om de Q-School te betalen. En eventueel wat dat er. Stel dat ik daar dan wel mijn tourkaart haalde. Ja, dan had ook mijn management misschien gezegd van ja, we gaan het niet doen. Dus dat was vooral de keuze waarom ik het niet gedaan heb. Ja, want ik wilde vragen inderdaad van, zou je het dan niet zelf betalen? Maar inderdaad, die middelen waren er gewoon niet op dat moment natuurlijk. Nee, inderdaad. We waren ook net apart gaan wonen. Daarvoor woonden we bij mijn schoonouders eigenlijk. We waren daar net alleen gaan wonen omdat we een dochter hadden gekregen. Dus dan is het gewoon echt lastig als je dan nog eens per maand 1.000 euro moet uitgeven aan reiskosten, waar dan misschien helemaal niks van terugkomt. Die gok wou ik ook niet wagen.